een tijdje thuis van het werken. Het werken ging goed. Het was alleen een ochtendje, dus ik was met de middagpauze was ik ongeveer klaar. Vervolgens ben ik dus met ons mam de auto ingestapt. Ik zit nu in de auto. Ik ben namelijk heel even aan het wachten op ons mam. Maar we zijn heel even naar een dorpje naast gereden. Ik had namelijk een nieuwe winterjas nodig. Mijn oude winterjas paste me niet meer. Die was een beetje groot. Dus vandaar. En ons mam zei, ja kom, dan gaan we winterjas shoppen. Komt allemaal goed. Dus inderdaad, winterjas geshopt bij de kinderafdeling. Dus ja, vervolgens wat andere kleren gepast bij de volwassenen sectie. Alleen, die waren allemaal veel te groot. Dus ik had even een mentaal dipje. Daarom dat ik ook niet echt de vlogcamera erbij heb gepakt. Het sloeg nogal binnen dat ik een winterjas nodig heb van de kinderafdeling. En het sloeg ook een beetje binnen dat alles wat van volwassen maat was, allemaal te groot was. Dus dat doet mentaal toch wel een heleboel. Bleek. En daardoor voelde ik me niet helemaal fijn om te vloggen. Daarom vlog ik nu pas. Nu ik alleen in de auto zit. Ons mam is namelijk nog heel even naar een van de winkels toe. Maar we staan op een plek voor Lada en Losse. Dus daarom. Maar ja. We hebben wel leuke kleren geshopt, want uiteindelijk heb ik wel kleren gevonden die ook mij pasten. Dus ja, we hebben kleren geshopt. We hebben gezellig gedaan. We gaan nu dadelijk naar huis toe. En dan zullen we zien wat de dag ons verder brengt. Maar hetgeen dat ik in ieder geval productief bezig ben geweest vandaag, dat gedeelte is vandaag geweest. Ik ga waarschijnlijk straks nog wel even editen en zo, maar qua werken en zo, dat gedeelte is gedaan vandaag. Dat is morgen weer aan de beurt. Het is nu voornamelijk gewoon even chillen, relaxen en naar mijn lichaam luisteren. Dat is wat we nu gaan doen. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hebben jullie ook af en toe van die momenten dat je echt in een winkel staat en iets aan het passen bent en het past niet? Of het is te klein of het is te groot. Je snapt een beetje wat ik bedoel, zeg maar. En dat je dan echt zo'n mentale breakdown krijgt? Of ben ik de enige op dit moment? Ik ben wel benieuwd naar jullie antwoorden. Let me know in de comments.